ongelooflijk dat mijn liefste Johan er gewoon niet meer is. Ik zei nog zo, ga niet naar dat slechte sushi-restaurant. Ja, maar zoals Johan was, hè. Niet zo zeker, Aniet. Het is lekker goedkoop, Aniet. Ik ga er toch niet dood aan, Aniet. Gelukkig hebben we deze foto nog als aandenken, man. Dat pakt niemand van ons af. Hey, sorry dat we zo laat zijn, Aniet. Maar we dachten, die Johan die ligt er toch nog wel even. Ja, gezellig, Peter. We zijn hier vandaag bijeengekomen om afscheid te nemen van onze geliefde Hans. Hij heet Johan! Shit. Juist. Johan, de uitvaart van 12 uur. Hé, hey, assistente. Ik had toch zo gezegd om de juiste papieren klaar te leggen. Dat wordt weer geen salaris voor jou. Dan verzin ik zelf al wat. Johan. Johan was een erg betrokken man. Johan was een erg behulpzame man. Johan was een man. Ja. Ja, wat een man was het, hè? Het mooiste aan Johan was dat hij een man was. En geen vrouw. Ja, het was een man zoals je ze weinig ziet. Ah, ik weet dat dit een begrafenis is, hoor. Maar wat een dode boel hier, zeg. Ja, laat mij maar. Weet je, nee. Laat mij maar. Ach, laat toch maar. Maar hij was toch echt een man die... Ja. Ja. Johan, die was een ontzettende liefhebber van muziek. En dan vooral ook zodat hij het gezeik van Anita niet kon horen. Daar zit ze, dames en heren. Kom op, Anita, niet zo bescheiden. En om Johans liefde voor muziek te vieren, ga ik nu zijn favoriete nummer zingen. Komt-ie! Liever te dik in de kist, dan weer het feestje gemist. Oh, het maakt niet uit, je hoeft hem zelf toch niet te dragen. Goed, wat een bijzondere bijdrage van Peter was dat. Dan is het nu tijd voor Johans vrouw Anita om een woordje te doen. Dag Johan, om jouw mooie leven te vieren heb ik een prachtige PowerPoint-presentatie gemaakt met alle mooie momenten van ons samen. Ja, zet maar aan. Oh, nee, dat is niet Johan. Dat zie ik. Wacht, mam, had jij niet Timo's USB-stick geleend? Oeh. Oh, ja, oké. Dat is Johan, ja. Johan, het is gewoon heel gek dat je niks tegen me kan zeggen terwijl ik tegen je praat. Hè? Ook al heb je dat eigenlijk nooit gedaan. Ons leven samen. Laten we beginnen bij het begin. De dag van onze ontmoeting. Ik ben meteen helemaal opgewonden van jouw snor. En dat was dus de bevalling van Johan. Laten we doorgaan naar zijn eerste leeftje. En nu is het genoeg geweest, Aniet. We zijn helemaal klaar met dat melodramatische gejank van jou. Ik zeg gewoon wat iedereen denkt. Hoe weet jij nou wat opa denkt? Als ik het goed begreep, wilde Johans neefje Lucas nog een woordje doen. Ja, Lucas? Kom er maar bij. Wat is de wifi? Oh, ja. Oh, wat een prachtige woorden. Dat is mijn zoon. Peter. Er volgt nu iets heel speciaals. Een van Johans favoriete artiesten komt vanuit de goedheid van zijn hart optreden. Voor slechts 4000 euro, exclusief servicekosten, management fees, reiskosten en een geheel verzorgde lunch. Voor het volgende nummer wil ik jullie verzoeken om allemaal even te gaan staan. Piano. Welkom in de feesttent, een doe maar lekker maf. Jammer van de zolder, maar het dak dat gaat eraf.
Hakkenbeuken springen, de hut gaat uit zijn bol. Allemaal van links naar rechts, de Zali wordt gemold. Van links naar rechts. Van links. Sorry, Johan. Naar rechts. Sorry, mevrouw. Even een beetje respect, alsjeblieft. Ik probeer hier een optreden te verzorgen. En laten we nu een minuut stilte houden om Johan te herdenken. Ja, sorry, ik ben pas over een uur op de zaak. Ja, ik wil die facturen ook snel de deur uit hebben, maar die egoïstische eikel van de Johan moest zo nodig de pijp uitgaan. Ja, maar ik ben er nu, ik bel je zo terug. Ah, lieve familie. Sorry dat ik te laat ben. Viele, arme Johan. Wat was het een geweldige kerel. En dan kom ik ook nog te laat op zijn begrafenis. Hoe kon ik mezelf ooit vergeven? Jullie konden mij net horen, hè? Oeh, is het al zo laat? Nou, ik moet er maar weer eens vandoor. Hey. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen, hè? Oh ja. Oké, ik kom al. Vooral letterlijk niemand vroeg jou iets, Peter. Ja. Dank u. Als ik één ding weet over Johan, is dat hij dol was op mijn grapjes. Ja, ik was echt zijn voorbeeld. Dat was ik, ja. Niet. Hij vond jouw grappen altijd bloedirritant. Kijk, die humor zit nog steeds bij ons in de familie. Geweldig. Oké. Wat hebben Johan en mijn liefdesleven met elkaar gemeen? Nou, allebei geruime tijd dood. Peter! Wisten jullie dat dit de duurste begrafenis ooit was? Ja, ze hebben namelijk 8 graafmachines moeten huren om een kuil te graven die groot genoeg was om deze vetklep in te doen. Ja, je hebt gelijk, dus de begrafenis van je vader. Goed, maar even serieus. Johan laat natuurlijk wel een prachtig gezin achter. Och, Peter. In Spanje bij zijn tweede vrouw! Ach, mijn liefste Johan, wat was jij een fantastisch mens. Ja, dat was hij. We hebben zoveel geweldige herinneringen samen. Zei je vanochtend niet dat je altijd verschrikkelijke hekel aan hem hebt gehad? Doe nou niet zo bedweterig, omaatje. Johan en ik hebben een hele, hele speciale band. Oh. Ik heb zelfs in een dronken bui een keer een bed met hem gedeeld. Wat? Judith, altijd doelloos! Ga niet weg! Judith, waarom heb je me nooit verteld dat je met Johan naar bed bent geweest? Wat? Naar bed met die opgeblazen tokkie? Ik zei dat ik het bed met hem gedeeld heb. Gedeeld. Oh, dit moet ik naar de buurvrouw sturen. Nou heeft Johan uiteindelijk toch nog zijn bed gevonden. Zijn sterfbed. Peter! Oh, oké. Hoe durven jullie? Johan was een geweldige man en hij stond altijd voor iedereen klaar. En dan behandelen jullie hem zo, hè? Peter met je smakeloze grappen. En Judith, zelfs op een dag als vandaag kan jij een drankje niet laten staan. En zijn eigen kinderen en neefjes die hun ogen niet van een scherm af kunnen houden. Kijk, Johan was niet altijd de makkelijkste. Of de grappigste. Of de aardigste. Of de knapste. Of de beste in bed. Mam. Maar hij was wel altijd recht door zee. Ja, hij was altijd eerlijk tegen mij. Hij heeft nog nooit iets verschrikkelijks gedaan achter mijn rug. Nee. Verrassing! Papa is een zombie geworden. Nee joh, ik ben helemaal niet dood.
Ik wilde gewoon weten wat jullie over mij zouden zeggen als ik dood zou zijn. Goeie, hè? Aniet? Oh, Aniet? Nou, hebben jullie dit voor mij geregeld, jongens? Dankjewel. Die tafel is gereserveerd voor de begrafenis van de kat van de familie Latoy. Dat is uw tafel. Nou, jullie worden bedankt. Kijk, is dat niet? Hier doen we het allemaal voor. Gratis koffie. Gratis? Weet je wel niet hoe duur het snollebollekes was? Ons hele pensioen is op. Oh. Nou ja, dan gaat Emma maar niet studeren. Ik heb toch nooit vertrouwen gehad in die meid. Bedankt, pap. Ik ook niet in jou na vandaag. En die kist? Weet je wel niet hoe duur die was? Ach, Aniet, zit niet zo te zeiken. Die kist kunnen we toch nog altijd gebruiken voor oma? Kan je gewoon horen, hoor. Oh ja, ze is nog niet doof. Pap, ik kan nog steeds niet geloven dat je dit geflikt hebt. Hoe gek moet je in je hoofd zijn om je familie te laten geloven dat je dood bent? Ah, waar is jullie gevoel voor humor gebleven? Ah, Peter, jij snapt mij wel, hè? Oh, met zoiets spot je toch niet? Judith, kinderen, we gaan. Wat? Peter. Ja, wij ook. Emma, Timo, kom. Aniet! Jongens, kom op. Kom op, zeg. Hoe kom ik nou thuis? Ik ben met de lijkwagen gekomen. Echt lekkere koffie.